Maar ja, dat zeg ik. Ik weet niet van welke kant ze afkomt. En ik heb om 9 uur moeten hier wezen. Dus heeft nog eventjes. Dus ik kan niet weten. Niet en niet nodig. Dat is toch niet nodig? Waarom niet? Ja, ze doet zomaar haar vis. Zo, even normaal voor zelf. Want ik moet namelijk foto's maken. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 20 juni 2022. En het is nu 7:30 in de ochtend geweest. Ja. Zoals jullie kunnen zien aan mijn haar heb ik mijn haar gedaan. En ik hoop dat dat vandaag mij een beetje geluk brengt. Zenuwachtig. Een beetje. Maar waarom? Dat horen jullie allemaal later vandaag. Dus ik hou jullie nog een beetje in spanning. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij dit gloednieuwe vlog. En nou is het wachten op Ella. Ja. Ik moet weer wachten op Ella. Auw, knak. Nee. Maar ja, dat zeg ik. Ik weet niet van welke kant ze afkomt. En ik heb om 9 uur moeten hier wezen. Dus heeft nog eventjes. Dus ik kan niet weten. Nee. Maar ja, we gaan het gewoon weer afwachten. Ik denk wel dat ze vanaf die kant af gaat komen. Maar ik weet het niet zeker. Het is nog een beetje frisjes. In de zon is het lekker. Maar ik dacht net zoiets van, nou, ik ga lekker tegen een mooie auto aanleunen. Maar dat doe ik hem niet aan. Nee. Want ik heb geen zin in dat en dat een autoalarm afgaat. En ik weet niet of hij nou slaapt of niet. Dus, want dat weet je nooit bij diegene. Want altijd zijn en zijn ramen staan altijd open. Dus ja, of hij nou weg is of niet. Dus, maar ja, maakt niet uit. Komt helemaal goed, hoop ik toch. Ja, ik moet het gewoon doen. Klaar, punt, NL. Ja, dus... We gaan dat meemaken. Lekker. Heerlijk. Ja, ben ik een beetje nerveus? Nee hoor, ik ben heel erg nerveus. Wow. Is niet leuk. Nerveus zijn. Nee, is niet grappig. Echt gewoon niet grappig. Nerveus zijn is niet grappig, jongens. Echt niet. Nerveus zijn is niet handig. Dat kan ik je nu al vertellen. Is niet handig, nee. Maar ja, maakt niet uit. We gaan er wel gewoon voor vandaag. Zeker. Beetje betekenen, zeg ik dan weer. Ja, sorry. Ik is een feestje tijd dan en dan ga ik ook grapjes maken. Bij Rowan, daar kan ik er niet tegen. Maar nu ben ik zelf nerveus en dan doe ik het ook. En het slaat weer lekker op mijn stem. Maar dat maakt niet uit, joh. Geeft niet. Hoi. Dus, maar dat maakt niet uit. Ik ga zo even kijken of nog voor iemand wakker is. Ja. Nee. Zo, ik sta op een heel groot terrein. Ja. Nerveus? Ja. En dan zegt er eentje, dat is toch niet nodig, schat? Niet en niet nodig? Dat is toch niet nodig? Waarom niet? Ja, ze doet zomaar nerveus. Zomaar, hè? Zomaar. Ja, zomaar nerveus. Ja, heel nerveus. Nee, dat zeg jij. Dat weet ik. Maar ja. Maar het is wel lekker weer, dus dat is wel weer fijn. En we worden opgehaald hier en dan naar binnen, toch? Nee, uitslag krijgen we binnen. Huh? Uitslag krijgen we binnen. Oh.
Nee? Oké. Okay. Moet wel nog even naar de wc dus. Dan moet ik eventjes naar binnen lopen dus. Ja, ga maar. Oké. Okay. Zie zo. Zo, even normaal voor zelf. Want ik moet namelijk foto's maken. Ja, foto's. Is leuk. Dus ik ben even aan het lopen naar Primera. Om daar foto's te maken. Yep, is handig, is leuk. Yep. Dus dat gaan we maar even doen, hè. Foto's maken. Dat is namelijk voor een heel belangrijk doel. Foto's maken, ja. Zo, daar zitten we dan gezellig in de auto. Ja. Joh. Druk bezig. Ja. Heel druk bezig. Achter de schermen heel druk bezig geweest de afgelopen paar weken, moet ik zeggen. Omtrent mij sowieso ook. Dus ja. Maar dat wordt woensdag allemaal duidelijk, toch? Gerealiseerd, laat ik het zo zeggen. Wat er allemaal de afgelopen decennia zou ik niet willen noemen, maar misschien één decennium. Ja. Ja. Allemaal in de pijplijn is gezet door dit en dat. Mm-hmm. Klopt. En vandaag hebben we een leuke vergadering gehad. Die liep een beetje uit. Dat liep een beetje heel erg uit. Ja, dus, ach, ja. We hadden gerekend op een half uur, maar het bleek dus bijna anderhalf uur te zijn. Ja. Dus het is heel erg druk geweest. Ook sorry gelijk ook naar de kijkers toe dat we nog niet daaraan toe zijn gekomen om dus bij die andere restaurant te gaan uiteten om te kijken hoe dat is. Ja. Maar dat komt eraan. Ja. Dat komt er echt aan. Het loopt niet weg, maar dat komt er binnenkort zeker aan. Echt waar. Kijk er naar uit. Ja, ik ook. We gaan nu even naar ons oude vertrouwde. Ja, we gaan dus nu onze eigen vertrouwde wereldrestaurant samen. Dus daar gaan we dus nu naartoe. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker kijken als je het allemaal niet wil missen. Dus woensdag wordt het een hele mooie, grote, leuke dag. Een spannende dag. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Ja. En abonneren! Kijk, daar hebben we room. Helemaal goed. Ga die kant op. Naar rood toe. Handig. Huh? Ik zeg, en dat ik naar jou toe ging. Hey, een Seat, hoe toevallig. Een zwarte. Ja, een zwarte. Ja, een zwarte Seat. Ja. Dus, wij gaan even naar binnen. Oeh, wat kijk je weer lekker serieus. Oké. Op hetgeen en wat de kijkers woensdag gaan zien. Cheers, schat. Je hebt weer wat lekkers en ik heb weer wat lekkers. En wij gaan dus nu lekker genieten, toch? Denk het wel. Dat dacht ik ook. Ik heb hier dus nog heerlijke, lekkere carpaccio. Ja. Normaal wordt het maar gemaakt voor mij op zo'n groot bord. Maar nu. Maar dat is nou even geen zin, omdat het bijna sluitingstijd is. Maar als ik even aan iemand anders vraag, dan krijg ik wel een grote carpaccio. Dus ik kan zo meteen vragen. Maar. Als iemand niet van botervis houdt. Dit is dus botervis. Hij is zout. Is niet lekker. Nou, dit is nog zalm. Wat ik nog op ga eten. Helemaal top. En Rodi is alweer naar beneden. Ja, loop maar door, schat. Loop. Hé, schat, een leuke olijvenboom. Toch? Hè? Dit is toch nep. Dat is nep. Dat zeg ik, het is nep. Ga maar. Doei doei. Ik wou achter je aan, ja? Oh, zo, wauw. Schatje. Wacht maar. Ja, doe jij de auto open? Nou daar, een grijze auto met een reet en naar achteren. Nou, dat is deze niet, dat is die niet, maar die andere. En de lichten staan al aan. Hé, hoe toevallig. Waarom staan... Ja, laat maar. Waarom zijn de bananen krom? Hé, een Seat. Jee. En daar ligt deze dame dan weer lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten.
Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!